We zitten weer bij dezelfde. Die vent toch dan... Oh. Die weer bij Chisel. We moeten eruit gaan bij die andere. Dat ga ik nu ook doen. Okay, we moeten defenden. Iemand is Mercy, dat is mijne. What the fuck moet ik dan zijn? Ik ga toch Bastion proberen. Bastion. Ik bedoel, farm ook niet. Eigenlijk speelt Thorbjorn met twee mensen. Zijn turret telt ook nog mee als iemand. Ja. Dus het is eigenlijk 7 tegen 6. Hun zijn een heel team. Nee, we moeten weer tegen hetzelfde team. Ja, dat zeg ik. We moeten gewoon zometeen uit dit team. Ik heb het wel een beetje gezien weer. Met deze mensen dan. Op zich is Overwatch wel weer leuk, maar aan de andere kant vond ik die Crater Rifts doen in Diablo is ook wel leuk. Ja, dat is het ook. No, ik heb alleen maar games die ik nu leuk vind. Ik denk, shit, welke moet ik hier vooruit kiezen? Ik vind het leuk om veel te veel filmpjes te maken, maar deze films doe ik nu met jou en die andere PlayerUnknown doet het met mijn vriend, weet je wel. Dus dat is gewoon cool. Ik denk, morgen ga ik Overwatch opnemen. Ja, ik doe het nu. Oh! Ik weet niet meer waar ik moet staan. Ik weet niet meer wat veilig is. Trouwens, heb je ook gezien dat ik een video op mijn kanaal heb geüpload? Nog niet gekeken. Nee, maar solo 70 makkelijk halen heet die video. Ik heb jou in mijn beschrijving gezet. Oh, die had ik gezien inderdaad. Moet ik straks even kijken. Ja, ik heb jou in mijn beschrijving gezet. Cool. Oh, je hebt damage boost. Lekker, Becky. Onze Reinhardt is zojuist van de cliff afgegaan. Oh, echt? Yep. Moet ik je even wat armor geven? Oh, je hebt een Bastion skin zelfs. Maar alsjeblieft, Becky. Wat armor. Dank je. Nee, mijn turret wordt aangevallen. Yes, mijn turret heeft Junkrat dood. Oh, ik ben dood. Hey, Becky. Ik had allemaal kills. Wat? Hoeveel kills heb jij? Geen idee. Oh, draak. Ik weet niet of ik dat moet zien. Oh, hier. Top. 3. Oh, ik heb er ook 3. Mijn turret! Waarom moet ik dat hele eind lopen? Yep. Tegen de tijd dat ik ben, is iedereen weg. Nee, weer mijn turret. Mijn turret wordt de hele tijd gedestrooid. Ik heb zo meteen die ulti, maar ik weet niet meer wat dat doet. Jouw ult? Dan verander je in een tank. Jouw ult vind ik op zich wel leuk. Maar mijn ult vind ik dan ook wel weer leuk. Want ik verander dan eigenlijk gewoon in een soort lava monster. Turret dan ook vol heeft geüpgraded naar level 3. Ze hitten allemaal mij, maar ik weet de helft van de tijd niet waar het vandaan komt. Ik doe mijn best, maar... Becky? Ult. Oh, hij toch wel. Wat pak. Oh man, die turtelgast is irritant. Die Hey. Hanzo is volgens mij. Yep. Hij heeft mij continu te pakken. Heroes never die. Ja, Junkrat heeft mij continu te pakken. Het gaat nog redelijk, maar. Hey, uit! Ja, hem wachten. Zit die in potsie? Ja. Nee, iemand is dief, hè? Denk het. What the fuck? Schoot hij al de tijd niet eens.
ik snap dat hij ze kan terugkaten. Als ik hem niet raak, kan hij toch ook niet terugkaten, of wat? Oh, ik had ja, ik raak. Weet niet wat er gebeurde. Lek of zo. Ik zie dat hij gewoon wil killen. Oké, okay, ik heb 200 scrap, dus ik kan 4... ik kan 4 armor... Hier, neem armor. Armor, neem armor, neem armor. Niet met turret echt schieten zo. En onze Mercy is neer. Hey, mijn turret is geraakt, mijn turret. Maar echt, die Reinhardt in het vorige potje, toen we defend waren, of in het allereerste potje, toen zette ik mijn turret neer. En toen wilde ik eigenlijk mijn turret gaan slaan, om mijn turret up te graden. En toen sloeg ik die Reinhardt dood met mijn hamer. Iedereen moet me echt hebben. Het zegt als de ene me niet kill de andere, maar what the fuck. Ja, maar Becky, dit is zo van... ze focussen meestal op de Bastion, als ze die hebben, want die doet eigenlijk het meeste damage dan uit een team. Ja, dat kan ik niet zeggen. Dat is een slimme. Kan ik weer gewoon... Ik heb mijn ultimate bijna weer. Zal ik mijn turret op zo'n plateau hier neerzetten? Geen idee. Oh, dat ga ik doen. Oh. En dan komt het plateau echt langs. Ja? Ja. Nou, dat is wel de tweede zie je dat ik zo moet afsluiten. Kijk, ik heb mijn ult. Twee armor dingen neer. Jee, ik ben Chorbjorn op een plateau. Woehoe. Ik weet niet of dit echt bepaald leuk moet zijn. Oh, het is echt niet leuk meer. Misschien moet ik wat anders zijn, maar ik weet echt niet wat ik moet zijn als defend. Of waar wil je defend? Ik vind defend leuk omdat ik Chorbjorn goed onder de hand heb. Ik mis wel onze Mercy een beetje. Gewoon weer Mercy's. Nee, mijn turret is stuk terwijl hij in zijn molten core zat. Nee. Ja, maar dit is niet lief. Dit is niet aardig. Turret is stuk gemaakt terwijl hij in zijn molten core zat. Oh, echt waar? Ja. En dat ding heeft dan 800 health. Wat? Serieus? Ik sloopte dat ding. Ik was het... Dat... Oh. Ah, Junkrat hier. Dat is echt niet leuk. Ik weet ook dat ik wat anders moet zijn, maar ik heb geen flauw idee wat. We moeten het nu gewoon nog 3 minuten zo houden. En dan geen overtime, dan hebben we gewoon gewonnen. Je kan kijken of je een defender kan kiezen, zoals Reinhardt. Ja, ik pak Reinhardt wel. Goed idee. Enemy seen. Dikke vinger! Ik ga ook een defender kiezen nu hoor. Wil ik net een defender kiezen, word ik Doen al hun ults in één, zodat we verliezen. Yep. Oh. En ik switch net naar D.Va. Mm-hmm. Maar ik ga niet weer tegen die mensen. Dus nee, ik moet toch stoppen. Ja. Alweer high play of the game met Junkrat. Kijk, daar killt hij mijn turret. Ja, maar heeft hij mijn turret ook gedood? Nou ja, ik ga eruit. Ja, is goed. Dus ik weet.
Spreek je later. Later. Fijne dag. Jij ook.